Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer eens iets van Playmobil voor jullie en dit is uit de Summer Fun serie. Dit is het ijswagentje en deze heeft een verkoper. Deze set is voor kinderen vanaf 4 jaar tot ongeveer 10 jaar, maar daarover in ieder geval ook. En de set die past natuurlijk hartstikke goed bij de zomer, zeker bij zomerse temperatuur. En wat is dan beter dan een groot koel ijsje eten? En daarom hebben we ook deze Summer Fun set. Dan gaan we eens even uitpakken en hem wat beter bekijken. Hier hebben we dan alvast een soort van, ja, hoe noem je het, een balie. En het is eigenlijk een soort van ijsfiets. Het is niet een salon, het is ook geen kraampje. Hier hebben we dan de verkoper. En dan hebben we nog twee kinderen. Die zijn dan de klanten en die gaan het ijs kopen. Dit is ook een deel van die fiets voor het ijswagentje. Dan hebben we nog een foldertje. Dan hebben we hier zo de wielen ervan. En de verschillende soorten ijs. Ik zie vanille of misschien citroen wel. Dan aardbei. En dit zou dan wel eens bosbes kunnen zijn. En dan hebben we pistache ijs. Of misschien wel pepermunt, ik weet het niet zo goed. Dan hebben we hier nog zo'n deksel van plastic. Dat is dan waarschijnlijk zodat het ijs mooi koel blijft en zodat er geen insecten in komen of vliegjes op gaan zitten. Dan hebben we hier een paar stickers. Dat zijn wel hele mooie ijsjes. Het zijn hoorntjes met 3 bolletjes. En dan hebben we hier natuurlijk de handleiding met hoe je het in elkaar moet zetten. Ik zie nu 2 keer dezelfde. Ik weet niet waarom, dat heb ik nog nooit gezien. Misschien verschillende talen, maar dat is het ook niet. Ik geloof dat ze gewoon per ongeluk 2 keer hetzelfde foldertje erin hebben gedaan. En de doos is nu dan leeg. Dit is weer een vrij kleine set, dus ik ga het nu wel gelijk even opbouwen. En dan kunnen we het gelijk bekijken. Zo, dit is dan de fiets, die is klaar. Nu ontbreken er alleen nog maar een paar stickers. En dan komt dit er nog op. En ook hier mogen de stickers natuurlijk niet ontbreken. Dan hebben we hier nog een paar wafeltjes. En natuurlijk hebben we ook nog het grote bord, zodat je kunt zien dat er ijs verkocht wordt. Vaak heeft hij ook nog zo'n bel aan zo'n karretje, zodat je weet dat de ijskommando aankomt. En dat bord dat kun je van beide kanten beplakken, er zitten ook 2 stickers bij. Zo, de stickers blijft een beetje lastig, maar het is wel goed gelukt, denk ik. En dit maak ik nu hieraan vast. En dat kun je dan nog draaien, zodat hij iets
zichtbaarder wordt. En hier hebben we dan de verkoper. Die krijgt nog een wit hoedje op. En die kun je dan hier zo op de fiets zetten, maar je kunt hem er ook naast zetten. Dan hebben we hier verder nog een paar hoorntjes. En daar komen dan de bolletjes in. Deze kun je dan gelijk geven aan de kinderen. En hier hebben we dan nog de verschillende smaken. Die kan ik er gelijk in doen, in de bakken. Dat was bosbes dacht ik. Dan hebben we aardbei. Hier hebben we citroen of vanille. En hier hebben we pistache. Zo. Ik vind pistache trouwens echt een lekkere smaak. Hier heeft onze ijsverkoper nog een bolletjeschepper. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk om de bolletjes mee te maken. En hier hebben we nog een ijsje. Dat is al klaar. Zo, die kunnen we daar dan neerzetten. En nu is ons ijswagentje al klaar. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!